De politie zal niet langer vermanend optreden tegen overtreders van de COVID-19-wet. Zij zal nu overgaan tot het beboeten van deze personen. Bij presidentieel besluit is bepaald dat personen die geen mond- en neusbedekking dragen bij het betreden van openbare ruimtes een boete van 50 SRD zullen krijgen. Een boete van 150 SRD zullen krijgen. Avondklokovertreders zullen 350 SRD aan boete moeten betalen. Daarnaast is bepaald dat een boete van 500 SRD gekoppeld is aan het overtreden van het samenscholingsverbod. Groepen van meer dan 5 personen die het bevel negeren, zullen 350 SRD moeten ophoesten. Deze boetes vallen volgens Rachel Deekman, inspecteur van politie, onder de sanctie bestuurlijke of administratieve boete. Ze gaat nader in op de overige sancties die in deze wet zijn opgenomen. De bestuursdwang, de bestuurlijke boete, ook wel de administratieve boete genoemd, de strafrechtelijke sanctie en de toepassing van sancties die in andere wettelijke bepalingen zijn opgenomen. Laten wij de sancties toelichten. Wanneer we het hebben over de bestuursdwang, wat wordt daarmee bedoeld? De bevoegdheid van de politieambtenaar om tegen overtreders van deze wet op te treden. Ik herhaal, de bestuursdwang geeft de politieambtenaar de bevoegdheid om op te treden tegen overtreders van deze wet. De bestuurlijke boete, zoals we het ook wel de administratieve boete noemen, geeft de bevoegdheid aan de politie om die sanctie op te leggen. Met andere woorden, wanneer de politie optreedt tegen een overtreder van deze wet, heeft de politie de bevoegdheid de overtreder een boete op te leggen. Deekman geeft verder aan dat de strafrechtelijke sanctie van toepassing is wanneer een overtreder de wet binnen 30 dagen wederom overtreedt. Hier kan onder andere een gevangenisstraf aan gekoppeld worden. Als iemand, als een burger, deze wet binnen 30 dagen, dus 2 keren overtreedt of meerdere keren overtreedt, dan is de strafrechtelijke sanctie van toepassing. Bij deze strafrechtelijke sanctie geldt 6 maanden hechtenis plus een geldboete van de derde categorie. En om concreet en volledig te zijn, een geldboete van de derde categorie is een bedrag van 25.000 Surinaamse dollars. Rachel Deekman, inspecteur van politie. De politie zal overtreders nu beboeten omdat zij wil voorkomen dat onverantwoordelijke mensen een gevaar creëren voor de rest van de samenleving. Intussen is het aantal COVID-doden in het weekend opgelopen naar 47, terwijl er nu meer dan 3016 personen positief zijn getest op het virus.